Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Graag uw aandacht voor het volkslied van de derde helft. Anne Jong. En welkom bij Dubbele Nationaliteit, de podcast waarin wij alle 32 WK-deelnemers langslopen om jou zo aan een ander land te helpen, mocht Nederland geen wereldkampioen worden. Aangezien er namelijk niets vervelender is dan belangloos naar een wedstrijd kijken, zullen we jou aan de hand van een aantal argumenten fan proberen te maken van één van die andere landen. Dit allemaal om het WK nog dat beetje leuker te maken, maar vooral om de kans op persoonlijk succes dat kleine beetje te vergroten. Ik ben Gijs en tijdens deze serie zitten wij in de vaste derde helft opstelling, waarin wij normaal gesproken elke zondag het Eredivisie weekend langslopen en tegen het licht houden. Maar nu dus 32 kleine uitstapjes naar alle landen van het WK. En vandaag is het de beurt aan Snijboon om ons gedrieën aan tafel en ook jullie kijkers en luisteraars te overtuigen om te juichen voor Zuid-Korea. En zoals altijd beginnen we even met het volkslied. Totdat de oostelijke zee opdroogt en de berg Paektu verslijt, mogen de lucht voor altijd over ons land waken. Lang leven Korea, zoals de gepantserde pijnboom van de berg Nam, die onverstoorbaar op de wacht staat in de wind en de kou, mogen onze wil onwankelbaar zijn. Dit was in spoken word, waren dit de eerste twee complete. Vind jullie wel laf met dat niet zingen, joh? Van het Zuid-Koreaanse volkslied. Wat schitterend is, het gaat alleen maar over de natuur van Zuid-Korea. Het gaat over de herfstmaan. Het gaat over de hibiscus, zover het oog reikt. En de natuur moet het Koreaanse volk beschermen. Dit volkslied werd geschreven ergens halverwege de 20e eeuw. En in maart 2005 deed de weduwe van de componist van het volkslied afstand van haar auteursrecht. Ja. En schonk het officieel aan de Zuid-Koreaanse regering. Dus de Zuid-Koreaanse regering is nu eigenlijk officieel auteur van het volkslied. Dus die kunnen ons een tikje sturen voor jouw spoken word. Ja, het risico is, het heeft precies dezelfde naam als het volkslied van Noord-Korea. Dus mochten jullie het opzoeken, zorg wel dat je het juiste volkslied hebt. Dit was het Zuid-Koreaanse. Je hebt wel het goede gedaan. Ja, dat merken we in de reacties wel. Ja. Dit was het Zuid-Koreaanse volkslied. We gaan ook even kijken naar de Road to Qatar van Zuid-Korea. Daarna gaan we even een legende behandelen. En daarna gaan we nog even een Koreaanse derde helft beleven. En mochten jullie op dat moment denken, goh, ik wil toch eigenlijk wel heel graag een halve Zuid-Koreaan worden. Als je net die hond op hebt gegeten. Ja, precies. Dan heb ik nog een vraag voor jullie. Je bent zo generalistisch, het is bijna niet normaal. Dan hoef je me één vraag te beantwoorden en dan mag je gewoon half Zuid-Koreaan zijn. Road to Qatar. 10 op rij voor Zuid-Korea. 10 WK's. Ja. 10 WK's op reis zijn ze erbij. Dus ze zijn gewoon een gevestigde naam in het mondiale voetbal, zeggen we dan. Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk maar om één man. Jungmin Son. Geweldig. Ja. Buitenspeler van Tottenham Hotspur. En echt, dat is gewoon een soort popidol in Zuid-Korea. Die kan daar echt niet normaal over straat. Leuk voor Son is dat hij tijdens... Ze moeten in Zuid-Korea moeten bijna alle mensen ook militaire dienstplicht doen. Dat heeft hij ook netjes gedaan. Hij had daar gedeeltelijk onderuit kunnen komen, maar hij heeft wel een gedeelte ook volbracht. En kreeg toen ook nog allemaal prijs, omdat hij daar dus ook ongelooflijk goed in was. Dus het is wel een natuurtalent in alles. Maar Son, 7 goals, is wel een hele belangrijke man. Maar er komt iemand op binnen het Zuid-Koreaanse voetbal die ook een deel van de druk een beetje op zijn schouders neemt. En dat is het monster. Ja, van dat Napoli. Is Min Ja Kim. En dat is een centrale verdediger van 1,90 die onder de tattoo zit. Dus alles wat je niet verwacht bij een Zuid-Koreaanse profvoetballer. Hij is opgegroeid gewoon in Zuid-Korea, maar hij is daarna naar China gegaan, naar Guan. Daar heeft hij gespeeld en toen aan het eind, daar wilde eigenlijk best wel veel teams hem al hebben. En ook PSV was toen best wel geïnteresseerd in het monster. Maar uiteindelijk koos hij voor Fenerbahçe. En daar heeft hij toen een paar jaar gespeeld. En nu afgelopen zomer wilde weer echt veel teams hem hebben. En was iedereen een beetje twijfelachtig. En Napoli heeft toen grof geld neergelegd, 20 miljoen voor hem. En hij is echt ongelooflijk. 4-4-2.
Een voetbalsite en blad zetten hem onlangs in het rijtje met 10 beste centrale verdedigers van de wereld. Mm. En veel Nederlandse voetbalfans zullen hem in de Champions League gezien hebben tegen Ajax 2 maal. Waar hij ook veel indruk maakte. En dit is echt, het is niet alleen maar Son meer. En bij Zuid-Korea ook Minja Kim neemt zijn rol op zich. Ja, een legende. Ik had weer Guus Hiddink kunnen doen. Ja. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Maar we gaan wel terug naar dat WK. We gaan terug naar 2002. Zuid-Korea plaatst zich voor de knock-out fases. En speelt in de 8e finale. Round of 16? Ja, denk het wel. Ja. Spelen ze tegen Italië. En dat staat volledig onverwacht. Aan het eind van de wedstrijd staat het nog 1-1. Italië een onterechte goal afgekeurd. Een onterechte rode kaart. Soort van... Ik keek deze wedstrijd toen ik in groep 8 zat in de klas. Ja, Italië voelde zich en was misschien ook wel een beetje beroofd. Italië, Zuid-Korea, gewoon met de klas. Ja, ja. Ja, goed, ja, want die wedstrijden, die wedstrijden waren ook allemaal gewoon overdag. Park, hè, en je had toen nog een golden goal. En in de verlenging scoorde Ahn Jung-wan. Scoorde een kopbal aan, toch? Aan, ja. En Aan, dat is dit jaar dus ook 20 jaar geleden dat hij die goal heeft gemaakt. Aan speelde bij Perugia in Italië. De legende is dat zij zijn contract hebben verscheurd na die wedstrijd. En dat hij niet meer welkom was bij Perugia. Omdat hij het Italiaanse voetbal ten schande had gemaakt. Dat is niet helemaal zo, want hij had namelijk een huurcontract. en dat liep al af. Het was afgelopen. Ja. Symbolisch verscheurd. Maar ze hebben dus wel dreigementen bij hem gedaan. De maffia. Dat hij vermoord zou worden. Ze hebben zijn Mercedes helemaal kapot geslagen in Italië. En de voorzitter van Perugia, want die had dus gezegd van hij is niet meer welkom, een beetje publiciteitsstunt. Maar Perugia is toen wel zo dwars gaan liggen dat ze uiteindelijk het op rechtszaken aan lieten komen om ervoor te zorgen dat de club die Aan wilde overnemen wel nog 3,8 miljoen aan Perugia over zou moeten maken, omdat ze deden alsof ze een optie hadden. Of in ieder geval, dat wilden ze hard gaan maken. Maffia-achtige zaken doen. Ja. Blackburn wilde Aan, maar die wilde niet die 3,8 miljoen betalen. Uiteindelijk was er maar één ploeg die dat wel wilde. En dat was het Japanse... Wat was het volgens mij? Even kijken, ik zoek het even op voor jullie. Dat was Shimizu S-Pulse. Dat waren de enigen die het wilden betalen. 3,8 miljoen. En dat is eigenlijk een beetje... zijn carrière is niet meer echt erbovenop gekomen, die van Aan. Maar hij zegt... Beetje guts is hij dus eigenlijk. Ja, die 3,8 miljoen heb ik er lachend voor over gehad om de rest van mijn leven de liefde van het Zuid-Koreaanse volk te voelen. Dus hij ziet die 3,8 miljoen als een afkoopsom voor eeuwige liefde van het volk waar hij zo van houdt. Mooi. Hij heeft daarna nog bij Duisburg gespeeld en bij Mets, maar het is allemaal niet zo heel ver meer gekomen. Maar in 2002 is denk ik op een moment was Ahn Jung-wan de gelukkigste mens op aarde. Gewoon heel eventjes. En dat is toch ook wel mooi. Zeker. Dit was de legende. Dan gaan we naar de derde helft. Ja, het is ongelooflijk raar gerecht. Wat volgens mij, ik ken het alleen maar uit de Zuid-Koreaanse keuken. Het is namelijk kimchi. Dit is toch Zuid-Korea? Ja, maar het is ook. Nee, maar veel dingen zijn regionaal. Die zijn er ook in andere landen. Zoals bijvoorbeeld die Oja die pepijn meenam. Nee, dat hebben ze in al die andere landen hebben ze dat ook. Kimchi ken ik eigenlijk alleen maar uit de Zuid-Koreaanse keuken. Het is ingelegde groenten. Er zijn. Gefermenteerd is dat. Gefermenteerd. Toch? Ja. Kwam op een lijstje meer dan 100 soorten tegen. En dus eigenlijk elke groente kan je het een beetje maken. Maar meestal gebeurt het met kool. En daar smeer je dan een soort pasta op die je met vissaus en chilies en allemaal pepers maakt. Dat smeer je dan elk los blad mee in. En dat doe je dan in een potje. En dat laat je dan dus gecontroleerd fermenteren. En het is het lekkerst als je het maakt, als je het gewoon echt 3 weken of 4 weken laat fermenteren. En af en toe moet je dan het potje open doen, de groente weer aandrukken, potje weer dit. Maar luisteraars moeten dan dus... Kunnen ze, als Korea de finale had, misschien pas eten eigenlijk? Nou ja, ook dat. Maar je kan het ook ergens kopen misschien. Misschien heeft iemand anders al wel dat gedaan. Maar fermenteren is natuurlijk voor de mensen die dat niet weten, eigenlijk gewoon gecontroleerd rotten. Ja. Maar hoe kan je iets niet gecontroleerd laten rotten dan? Gewoon het open laten, het potje ergens wegzetten. Ja. En na een half jaar. Als jij zegt, gewoon na een half jaar gaat op de wc. Hij zegt tegen vriendin, ik ga even ongecontroleerd fermenteren. Ik ga heel even kimchi maken op de wc. het is
echt het nationale gerecht. Koreanen zeggen dus ook geen cheese op de foto, maar kimchi. Nee. Ja? Heel wow. Dat ga ik vanaf nu echt altijd doen. Ja? Kimchi. Ja, kimchi! En dan de meeste Koreanen hebben een aparte kimchi-koelkast. Daar kunnen ze dus alle kimchi dan inzetten, zodat er niet in aanraking komt met ander eten en dat ze helemaal de temperatuur kunnen regelen. Dus waar Nederlanders hebben soms een wijnkoelkast, maar Koreanen hebben gewoon een kimchi-koelkast. Van die vleeskasten waar je dan soort vlees kan laten rotten. Pijnwachtig. Heel heftig dit, heel heftig. Nee, dat weet dan ik hebben niet. Ze zo'n rotten stuk vlees en dan leggen ze dan om vlees te drogen in. Dat is ook met een bepaald schimmel. Mm. Dat is een beetje zo'n rotkast. Nou, kimchi eet je eigenlijk het hele jaar door daar, maar ook bij de Korean barbecue die ze weg gewoon een klein beetje vindt in Nederland, waar je dan rond zo'n grote plaat zit en dunne stukjes vlees heel kort bakt. En daar eet je ook veel kimchi bij. Dit was de Koreaanse derde helft. Voordat ik alle honden achter me aan krijg, dat eet ze toch ook daar? Of niet? Ja, volgens mij is het een legende dat er hond wordt gegeten in sommige delen van China. Ik heb nog nooit gehoord over Zuid-Korea. Oké. Okay. Nee, dan is het goed dat je me terecht wijst. Ja. Dus nu komen ze niet achter je aan. Ze stonden al klaar. Ja. Ze ik hoor ze al buiten de studio. Nee, ze lopen nu weer weg. Ja, Korea is wel echt een leuke outsider. Het is een geweldig team met wat... outsider. Voor, is om door te gaan naar de pool, naar de knock-out. Ja, dat wilde ik, maar toen onderbrak je me. met natuurlijk de grote Son, maar dus ook het monster achterin. Het grote monster. Die is groter toch dan Son? Ja, dat is waar. Ja. Ze hebben natuurlijk al wel verleden gehad. Leuke Nederlandse links. Lekker eten. Nu is het alleen de vraag aan jullie. Willen jullie zo een beetje op de valreep van dubbele nationaliteit? Je Gijs, Servische, Pepijn, nog steeds Marokkaanse. Marokkaans. En Tim. Ik ben een Tunesiër. Tunesische nationaliteit op het spel zetten om een maand lang kimchi te eten. En maken. Ik ga mijn Servische nationaliteit niet inruilen. Dit is voor mij de laatste kans, want ik doe morgen nog Zwitserland om jullie daarvoor te overtuigen. Dus ik blijf bij Marokkaans. Oh. Ik zou graag een poging willen wagen. Heel leuk. Ik vind het sympathiek. En ik vind het ook niet erg om Tunesië te blijven. Ja, ik hoor ze al buiten staan namelijk. Kom maar. Er zijn twee hele bekende Zuid-Koreanen geweest die bij PSV hebben gespeeld. De bekendste daarvan is Park Hee-sung. Ja. Maar hij werd geflankeerd op links door Jungpyo Lee. Jammer, ik dacht dat het antwoord was. Jungpyo Lee had ook nog een leven na PSV. Mm-hmm. Welke club ging hij direct na PSV heen? Borussia Dortmund. Nee. Kut! Tottenham Hotspur. Oh, fuck. Heeft hij nog bij Dortmund gespeeld of helemaal niet? Ja, volgens mij wel. Ja? Volgens mij heeft hij ook bij Dortmund gespeeld, ja. Ach, ik dacht dat je ging vragen wat was... Ik heb het idee dat je niet heel erg blij bent met je Tunesische. Ik zoek even op de transfermarkt. Dat is toch een beetje onze bijbel. Ja, serie. Ja, ik dacht dat je zou vragen wat de trademark look is van Jungpyo Lee. Dat is namelijk korte mouwen en handschoenen. Hij ging van Spurs naar Borussia Dortmund. Hij ging in 2005 naar Spurs en in 2008 naar Dortmund. Helaas, en toen Tim. Nog heel eventjes afgebouwd bij Al Hilal. Oftewel, de Hilal. Ja, toen had hij even een half jaar career break. Even bezinnen. Ja. En toen heeft hij gewoon nog even lekker anderhalf jaar bij de Vancouver Whitecaps gespeeld. Heel goed. Ja, Jungpyo Lee. Hartstikke leuk. Pepijn. Ja. Kan jij ons een kleine cliffhanger geven met betrekking tot morgen? Ja, we gaan het hebben over de meest verschrikkelijke voetballer ooit. Oh, nou, ik vind dit een cliffhanger. Wat raar, Harry Kane, dat was Zwitserland. Goed, dankjewel voor het bijpraten van ons bijpraten over Zuid-Korea. Ik heb wat geleerd. Ik had het toch wel leuk gevonden. Ik vind trouwens... Nou ja, laat ik maar. Nee, zeg maar. Nee, je bent jammer, maar Tunesië, Tim, kan alles tegen gebruiken. Dat is ook zo. Ik ga de cliffhanger aanpassen. De grootste misdadiger. Ooit. Dat is erger dan Villa Plan van Frankrijk die 11 mensen liet vermoorden. Okay. Zet Blatter. De cliffhanger. Komt dat luisteren morgen als Pepijn ons bijpraat over Zwitserland. Snijboon, ik dank je nogmaals. Tim en Pepijn, bedankt. Tot morgen. Kijkers, luisteraars, hopelijk ook tot morgen. Het is jij bijna trouwens zover. Toch ooit een keer een... hij was bijna, was hij er met af. Een Koreaan gezien die ongelooflijk op mij leek. Tijdens het tennis toernooi. Ja. Ah, shit, dus eigenlijk is het toch een soort van... Alleen wist ik niet of een Zuid-Koreaan was. Dus eigenlijk is dat jouw nationaliteit al. Jij bent Zuid-Koreaans-Tunesisch. Oh ja, dat is waar, ja. Wat goed. Nou, dat stelt me gerust. Maar heel goed dat je met deze nuttige informatie inbrak tijdens terwijl ik afbouwde. Dus dankjewel. Kijkers, luisteraars, het is bijna zover. We gaan bijna beginnen. Morgen gaan we beginnen met het WK. Wow. Jezus, we gaan morgen beginnen. Maar eerst nog eens even Zwitserland luisteren, jongens. En daarna Qatar de openingswedstrijd. Veel plezier met vooral het eerste. Tot morgen.